Toonkunst Almelo brengt zondag 25 november in de Grote Kerk het Requiem van Mozart, Hör mein Bitten van Mendelssohn en Geistliches Lied van Brahms ten Gehore. Het Requiem van Mozart gebeurt in een bijzondere bezetting. Het bijzondere aan het concert van volgende week zondag is dat we het niet met een orkest uitvoeren deze keer, maar er is sinds kort een bewerking van al dit repertoire voor orgel. En er komt een landelijk bekende organist, Jaap Zwart. Zijn grootvader was de beroemde Jan Zwart, die decennia geleden heel protestants Nederland aan het orgel gekregen heeft. En hij komt het orgel bespelen samen met het koor. En daarom staat het koor nu ook op een andere plek in de kerk, namelijk onder het grote orgel. Dus de hele kerk wordt 180 graden omgedraaid. Ik denk wel dat het een mooi concert gaat worden, gevarieerd, mooi in klank. En het is in de protestantse kerk ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dus dan worden de overledenen van dat jaar en in het verleden herdacht. En daar past deze muziek als een handschoen bij. Dus wil je daar een beetje bij stilstaan, kun je mooi naar het concert komen. Het is een heel leuk koor wat heel hard werkt, wat heel gemotiveerd is. Gelukkig zitten we qua ledenaantal de laatste anderhalf jaar ontzettend in de groei. Bij het eerstvolgende project gaan we geloof ik zelfs richting de 100 leden. En mensen... komen, blijven en hebben het naar de zin. Dus, en er wordt hard gewerkt en goed gerepeteerd. De opstelling onder het koor zal wel wennen zijn voor het koor en de mensen. Nou, dat gaan we volgende week woensdag zien. Want dan is de generale repetitie? Ja, dan is de generale, of tenminste dan is de eerste repetitie en op vrijdag is er nog een generale. Dus we gaan het twee keer repeteren en dan die zondag moet het gebeuren.